Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nandoing. Lekkering. Zekering. We moeten altijd diezelfde intro hebben, er die me voorstaat en dan ik die lekkering zeg. Ja, precies. Zoals het hoort. Zoals het hoort, zegt dat wel. Nou, we zijn bijna bij de top van de toren, of nou ja, het gebouw. Mm-hmm. Dus we zitten bijna op de helft van... ja, zeg maar de eerste storyline in de game. En het duurt wel heel lang, dat wel. Dat klopt. Maar ik heb gewoon vooral zin dat we naar Agathe Village mogen. Ja, ik snap. Voor mijn gevoel, hè, mocht je daar veel eerder naartoe, maar ik weet niet hoe dat komt. Nou, ik denk omdat die trainers hier allemaal wat moeilijker zijn, dat het daardoor ook wat langer duurt. Ja, precies. En helpt niet echt heel erg. Oh my god, deze Sludge Wave en het killde mijn Groval met één shot. Heel sad. Holy crap. Very sad. Very sad. Maar het killt zijn Cacturn. Oh wacht, natuurlijk, Sludge Wave deed hij. Never mind. Ik dacht heel even, hij deed een Water Move en dat was super effective op Cacturn. Oh ja, het is Tentacool waar ik tegen ben. Dompie. Klein beetje Dompie. Oké, en nu heeft mijn Mischievous Shadow Ball. Oh, het is al bijna gepurified. Heel ziek. Van zo'n Seeking Lock. Zeker Seeking. Ik heb wel medelijden, want... We hebben nog geen Pokémon gevonden die eindigt op Ing. Nee, maar wel een character, Duke Ing. Inderdaad. Ik denk, als er een spiritual character voor Sander moest zijn in deze game, dan was het Duke Ing. Zeker. Lekker Sandring. Ik zou healen, tenzij je niet hoeft te healen. Nou, even kijken. Ik kan wel even gewoon even één potion geven. Want we hebben nu twee battles achter. Je kan niet healen. Dan moet je een healing machine. Denk je dat ik dit aan kan? Met alleen een Curlia die een beetje gewond is? Nou, het ding is, je hebt twee battles achter elkaar. Oké. Dus jij zegt, ga maar even healing. Ik zeg, ga even healing. Dan moet ik weer 427 kilometer teruglopen. Het is niet te doen. Maar zie je het zo, je bent nu ook actief bezig met de Shadow Gauge naar beneden brengen van al je Pokémon. Wacht, helpt lopen ook? Ja. Wow. Ziek. Dus niet alleen battling. Ik dacht ook... alleen maar battling. Het is ook walking. Net zoals Walking Wake. Maar ja, wat meestal als je de game speelt... Dan is er een trucje om die Shadow Gauge van al je Pokémon's naar beneden te brengen. Mm-hmm. Zonder dat je iets doet. Er is een locatie waar je naartoe kan. Daar kan je dan met je character in een hoekje. En als je dan op een bepaalde manier naar voren loopt. En je unplugt je controller. Ja. Dan loopt je character automatisch en is hij een beetje aan het spacen. En dan telt hij wel de... Ja, dan werkt hij aan de Shadow Gauge. Dat gebruikt de 100% ook. Alleen ja, er zijn meerdere locaties waar je dat kan doen. En toen ik de 100% run deed, koos ik de locatie wat slechtste was om het te doen. Precies. Maar het was wel degene met goede muziek. En je mag één keer raden welke locatie dat was. A Gate Village. Ja, zeker. Zeker, ik ben zo smarty pants ring. Nu gaan we allebei tegen dezelfde chick. Volbeat en Venomoth. Dat wordt een Heatwave. Dat wordt zeker een Heatwave. En voor mij wordt het een afslachting. Want ik word afgeslacht. Oh, ik kan er een vangen. Oh, de Volbeat, die wil ik niet. Nou, die Venomoth had ik ook niet gewild. Dus ja. True. True story. True story. Hoezo mag Venomoth nou weer eerst? Dat ding is pauper snel. Maar niet zo snel als mijn Espeon. Kabooming! Dag Venomoth. Maat, mijn Combusken is veel te fucking slow, maat!
Hij moet evolueren. Combuskin, krijg de Tiefsing, alsjeblieft. Hij doet Thundershock op mijn Grovyle en dat doet geen 10 plus. Volgens mij krijg je ook geen recoil damage met Shadow Rush. Ik dacht dat je dat voor je kan krijgen. Recoil, man. Apart. Misschien is dat weer aangepast. Oh, Psybeam doet niet zoveel tegen Volbeat. Oh, ik had Dual Wingbeat moeten doen, kut zo. Niet paralyzed, please. Mooi. Even kijken. Dragon Breath. Hij doet een kust. Venom afgekomen. Venomoth is Luzu. Ah, het is mijn Luftdisk. Die is cute. Cutie guy. Inderdaad, Luftdisk is een cutie guy. Zo jammer dat dat ding niet evolved. In alle Momola. Hoe makkelijk kan het zijn? Hoe vaak moeten we het nog vragen, Game Freak? Ja. Maak het een ding. We zouden er geen vragen over stellen, 100%. Ai, ik ga nu tegen die tweede. Oeh boy. Hallo Momola. Nou, ik denk dat ik al weet welke de shadow is. Ja, oké. Nou, ik denk niet dat je die Shadow Pokémon wilt. De volgende battle. Ja. Oh, ik ben al eerst blij als ik deze battle win. Snap ik. Ik focus op de Impel. Water Pills. Ah! De maan, jongen. Holy crap, dat deed echt mokerveel. Oh. Normaal meer. Dit is niet normaal meer. En de focus die natuurlijk op de, ja, dacht ik al. Je wordt niet geheeld tussendoor of zo. Nee, je wordt niet geheeld. Dat wordt echt een probleem, denk ik. Luftdisk is in ieder geval gone. Luftdisk is gone. Precies. Weg met het stomme api. Apom? Ja. Nah. Normaal gesproken heeft ze ook Apom. Apom en Trope, yes. Had ik Combusken aan normaal. Oh, je moet dus geen lick doen tegen die Apom. Ja, inderdaad. Nah. Anders word je buiten de boot gegooid. Oh, de Tropius is. Oké. Okay. Ja, normaal gesproken. What the fuck? Deze Shadow Crush creëert op mijn Shadow Pokémon. Oh nee. Dit kan echt niet meer. Dat is echt niet normaal meer. Dit is echt niet normaal meer. Normaal gesproken. Bij jou deed het ook veel, die fake out. Oeh, de Will-O-Wisp. Daar had ik niet eens aan gedacht. Zo cool. Focus maar op die Tropius. Oké, dit killt. Tenzij die nu Razor Leaf doet. Tenzij mijn Whiskash flinched. Oké, nice. Dat zei ik niet kut. Nice. Het zit een keertje niet tegen. Dat is wel mooi. Kijk, oh, de Noctowl is wel dood, dit wordt een probleem.
Ik denk niet dat ik deze ga winnen. Ja. Nou, dit is ook een van de moeilijkste battles in de run. Normaal gesproken. Want, normaal zou de... Volgens mij de volgende Pokémon die ze uitzendt is normaal gesproken de Shadow. Mm. En die is best wel tanky. Meestal gebruik je denk ik 2 X-specials. En dan nog steeds moet je hem 2 shotten. En die Apom is heel erg irritant. De Apom is wel gone. Apom is gone. Alhoewel, jij hebt wel een counter tegen deze Pokémon. Die ze nu inzet. Mantine. Ja, dat is normaal gesproken een Shadow Pokémon. Maar je hebt Flavi. Flaflip for the win. Flaflip for the winnie. Als Flaflip niet zo dood is. Nee, ik... Flaflip leeft überhaupt. Leeft Flaflip nog? Volgens mij eindigde hij de vorige battle met Flaflip. Klopt? Oké. Nee, ik heb hem... ik heb hem gehaald. Nice. Yes. Dan gaan we even op jou focussen. Ja, het is wel jammer dat je Mistreavus nog geen Shadow Ball heeft. Mm-hmm. Maar goed, die Tropius die Shadow Rush critte mijn Mistreavus. Sad. Dus die was ik in binnen één beurt kwijt. Bubble Beam. Beaming Bubbles. Ah, de speedplaatje is nog niet zo fijn. En dat ding heeft iedereen. Dat is niet zo fijn. Gelukkig. Oké. Nee. Ik denk op Tropius focussen. Oh, ja. Nee, die Mantine kan ook wel meer. Oeh. Dat is wel een leuke idee, hè? Flavie. Wel op de Flavie. Ik ga nog even ondertussen een extra battle doen. Die we hebben geskipt. Oh, deze is easy. Oh, dit Crunch. In ieder geval de XP van de Mantine is binnen. Precies. En de laatste Pokémon is Yanma. Oh, what the fucking asshole. Ding heeft ook nog een synthesis. Wauw. Oh, zoveel wind. Nice, alleen ja. Heel veel. Ah, oh, wacht. Dit zou wel eens het einde kunnen zijn. Opnieuw! Wat was die eerste dude ook weer? Wat had die? Zij begon met een. Twee bug types, Venomoth en Venomoth en Volbeat. En Volbeat. En ze had een Luftdisc. Ze had een Luftdisc.
pam, pam, pam. Cat scratch. Cat scratch. Nou, het is wel een, het zijn wel een van de moeilijkste battles in deze game. Mm-hmm. Gewoon die twee battles achter elkaar. Het is gewoon Link. En niet Link van Zelda. Niet Link van Zelda? Nee, zeker niet Link van Zelda. En Link van Red dan? Misschien, misschien. En je krijgt een redelijk vet TM als je hun verslaat en dan naar beneden gaat om te healen. Welke TM? Façade. Redelijk goede normal move. Oh, je kan die eerste skippen. Je skipt gewoon die eerste battling, omdat je die al hebt gehaald. Oh, what the fuck? Lekkering. Dan doe je zo'n double wing beat op de Tropius. Ja. En zo'n Thunderbolt. Wacht, sowieso die Apom gaat fake out doen. Dus als je beide focust op die Tropius, dan één daarvan zal dan wel hitten. Oké, dat is wel wat minder. Ik had dan liever die Flavi focus gehad. Nou, die gaat dan denk ik op de Flavi. Ja. Dan doe jij zo'n turn the ball in. Die zal niet zoveel damage doen op Ice Breath. Ja. Misschien Para. Misschien Para. Jammer. Sowieso double weeping in. Dan Thunderbolt. Ja, op de Apom. Ik weet niet of die Apom Sand Attack heeft, maar dat zou wel heel erg hinderlijk zijn als hij dat heeft. Kijk, en dit zal wel redelijk wat doen. Kijk, dat is hit 1. En hier komt dit. Jezus Christus. Ik denk dat Dual Wing Beat wel de langste animatie is die je ooit kan hebben. What the fuck. Nou, en ik denk dat je nog twee dual wing beats nodig hebt. Of één. Nou, Thunderbolt zal wel redelijk wat doen tegen die... Een crit, nice. Zo, hoppatee. Hoppatee. Lekkering. Lekkering. Misschien dat je nog... Wil je Flavie bewaren voor die Mantine? Zal ik hem even heal? Ja. Maar dan zou ik wel met Noctowl aanvallen, denk ik. Oh ja, tuurlijk. Want dan finish je de Tropius en dat is een beetje de irritantste mon waar je tegen moet vechten. Ja, oké. Okay. En ik denk, zou die Mantine focussen op Flavi? Dat wil ik niet eigenlijk. Nee, oké. Okay. Focus op de Noctowl. Ja, maar als ze allebei op Tropius zouden focussen, of op Flavi, dan was het niet zo best geweest. Nou, dit is ook niet zo best. Zelfs met die crit finish die hem niet. Kijken. Oh, oké. Volgende beurt is hij wel dood. Dat wel. Nog één super potion. Oké. Dan focus die weer op Noctowl, denk ik. Ja. Draining Gigas. Giga Dreamy. Oh, dit is wel een beetje min. Nu is hij sneller. Wat een onzin, Hing. Oh, fuck. Kijken wat het doet. Oh, hij crit. Nice, hij is dood. Hij is hartstikke dood. Lingering. Nou, een Thunderbolt op die Mantine en is Mantine gone. Weg, Luzu.
Yama, die, ja, het enige wat hij kan doen is dubbel team. Maar goed, die Noctowl overleeft nog wel een bubble beam. Kijk, dit knocked hem neer. Kabooming. Kaboom. Nou, dan is het alleen nog maar die Yama. Met zijn stomme speed boost. Lekker zo'n dual wing beating. En dan een thunderboltje erop. Maar zijn wind is wel van zilver gemaakt. Ja, die gaat op de Noctowl en die ziet hij weg. Helaas. Maar, jij hebt een Combusken met Heat Wave. Zeker, Rain. En wat gaat hij doen dan? Helemaal niks. Ik kan helemaal niks. Dit is gewoon een GG. Oh jee, erg pittig. Oh. Nou ja, overleeft het. Juist. Juist. Klaar. Klaar. Gewoon klaar. Hoppa. Hoppenteetje, hoppentaatje. Hoppentee, hoppenta. Lekkering. Lekkering. Van gaming is better. Oh nee. Gaming is being. Hij is wel onlining op Discord, ding. Ja, hij zit ook een keer op Steam een spelletje te doen. We krijgen elke keer zo'n popping-upping. De man is echt vrij. Precies. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.